Zo warm. Yes, vandaag ga je kijken naar mijn droogtraindoku. Wat houdt droogtrainen in? Voor de mensen die niet zoveel weten van fitness. Dit betekent eigenlijk gewoon afvallen. Als jij minder vet op je lichaam hebt, dan lijk je groter. En veel mensen willen er beter uitzien in de zomer. Dus die doen het meestal ook vlak voor de zomer. Ik ben begonnen in maart. Ik doe dit 90 dagen. En ik ga met jullie delen hoe ik eruit zie over 90 dagen. Zodat jij een realistisch beeld hebt van, hey, dit is mogelijk in 90 dagen. Alleen, elk lichaam is anders. Dus dit betekent niet gelijk dat jij er zo uit kan zien in 90 dagen. We gaan even naar dag 1. Het is vandaag 1 maart. En ik ga beginnen met droog trainen. 90 dagen en ik neem jullie mee in deze docu. Dit heb ik nog nooit gedaan. Het is ook al een lange tijd geleden dat ik ben wezen katten. Ik ben nu al een tijdje een beetje dik boven de 95 kilo. En we gaan er even achter komen hoeveel ik op dag 1 weeg. Daar gaan we. 97,6. Ik heb nog niks gegeten. Ik ga zo meteen ook even een paar van mijn maaltijden laten zien. Ik ga rond de 3000 calorieën elke dag nemen bij het begin. En workout 6 keer per week. Tijd om even mijn shake te laten zien. Hoi, hoi, hoi. Ah. That's a thick ass bar! Dit is niet met extreem goed licht of zo. Geen spotjes. Ik zal ook het eindresultaat even op deze plek laten zien. Ja, ik heb gewoon zeker wat vetjes. Alleen het fijne van mijn fysiek is dat ik altijd toch wel een beetje V-lines behoud. Maar ja, ik zie haast geen aderen bij mijn biceps. Ja, ik mis gewoon wel echt dat leanen. We gaan het zien, jongens. Ik laat jullie even mijn maaltijd zien. Deze 6 dingen ga ik sowieso vandaag benutten. Eitjes voor het ontbijt. Dit zijn mijn tussendoortjes. Dit zijn mijn tussendoortjes. En deze voor het slapen. En dan heb ik nog 2 of 3 andere maaltijden naast dit. Want dit zorgt voor 1500 calorieën. En ik mag dus van mezelf 3000. Dus als ik nog 3 grotere maaltijden van 500 heb, zit ik goed voor vandaag. Dit is wel een beetje mijn basisdingen wat ik bijna op een dagelijkse basis naar binnen krijg. My protein zorgt goed voor me tijdens deze 90 dagen. We gaan even een snelle full day of eating doen, want ik laat even al mijn maaltijden zien. Als eerst dus de 4 eieren, daarna een broodje van de slager. Dit keer had ik een ander broodje, meestal heb ik een bruin broodje, een Waldkorn heet die. En dan hebben we hier de granola met magere melk, ongeveer 90 gram doe ik meestal. Dan ben ik bij mijn ouders gaan eten, dus ik had heel veel groentes, echt top. En het was echt lekker. Ook gewoon mooie stukken paprika. Dan gaan we naar dus de macro's. Normaal doe ik 6 maaltijden. Deze keer zie je er even 4. Want ik had net al laten zien dat ik dus 1500 van alleen die snacks heb. Maar dus de Waldkorn met de kiprollade en wat pijnboombitter erop. 550 calorieën. Dan dus de granola's 425. En dan 600 calorieën van het avondeten. Vandaag is het dinsdag 2 maart. Ik ga zo de gym in, dus ik knal natuurlijk deze workout ervoor. Yes, vandaag is het dag 2 en ik heb Wesley bij me. Hij gaat me helpen met metingen. Wat ik heb bedacht is dat ik dit 1 keer per maand met Wesley ga doen. En dan gaan we gewoon zien of daar ook vooruitgang is. Ik ben heel benieuwd. We gaan meten. Doe je maar gewoon even je shirt uit. Onderbroek uit. Gewoon. Maar die tellen we elkaar op en dan pak ik de tabel straks even bij en dan zien we je vetpercentage. Zo, we weten het. Wat is we het? We weten het. Hij zei het al vooraf. Ik vroeg hem hoeveel denk je dat je vetpercentage is. Hij zei 17. En het is 17. Oké. Okay. Eigenlijk 16,7, maar goed. Ja. Hè? 17. Okay. Ja, precies. Ja. Goed om te weten. Ben benieuwd waar we volgende maand staan. Het is 1 uur en ik heb al 2 workouts erop zitten. Kleine Bring Silly Up Challenge die ik nog een paar dagen moet doen. Net front squats, bench press en overhead press. Ik ga nog optrekken buiten. En dat heb ik ook nog zeker gedaan. 6 setjes. We gaan eigenlijk even gelijk door naar de week erop. Maandag 8 maart. Ik train weer bij de fysio. En hier doe ik iets van 5 oefeningen. Overhead press ging weer lekker, want vroeger zat ik met een schouderblessure. Dus dat is echt top. En front squat is natuurlijk ook goed voor het cutten. Want met squats verbrand je heel veel calorieën. Dus ga niet alleen maar buiklopen doen. Nee. Daarna deed ik nog wat isolaties dus.
Yes jongens, het is een weekje verder en vandaag wil ik natuurlijk updates geven. Een beetje mijn story van heb ik struggles gehad. We beginnen met mijn gewicht. De eerste dag woog ik 97,6. Mijn laagste weight momentje was op 96,5. Maar ik heb ook mijn gemiddelde berekend en dat kwam uit op 97. Want wat jullie moeten weten is, je gewicht verschilt van dag tot dag. Het is helaas niet zo je progressie. Nee, de ene keer weeg je wat meer. Ik ben namelijk even onder de 97 geweest. Maar opeens woog ik weer 97,3. Dus daarom vind ik het belangrijk om elke dag te wegen en niet gelijk altijd maar de zondaggewicht of maandaggewicht nemen. Dus onthoud dat. Vandaag woog ik 96,7, dus 900 gram minder dan een weekje terug. Ik had een avondje slecht voorbereid met mijn avondeten en toen ben ik naar thuisbezorg gegaan, heb ik iets besteld, wel gelukkig natuurlijk iets gezonds, een kipschotel, maar ik kreeg ook frietjes erbij, maar die heb ik laten staan. En dit is gewoon een belangrijke boodschap, hoe graag wil je het? Ik neem het gewoon heel erg serieus en tuurlijk, het is een beetje zonde om die frietjes te laten staan. Tuurlijk, het is lekker. Maar ik ben gewoon serieus met mijn doel en ik heb dat niet gedaan. Ik heb niet gecheat. Gisteren wel even kipdrumsticks uit de oven gemarineerd. Ik heb gewoon gezorgd dat sommige dingen wel kunnen. Maar echt fastfood, chocola, pizza, frietjes, daar kom ik gewoon niet aan. Daar heb ik geen zin in. Met katten, wees gewoon true met jezelf. En dan het laatste ding. Ik ben klaar met mijn Bring Sally Up Challenge. Dus ik ga nu eindelijk echt beginnen met mijn trainingsschema. Ik trainde al 4, 5, 6 keer per week. Maar nu ga ik echt 6 keer per week trainen. Ik heb beelden van mijn telefoon erbij gepakt van de hele maand maart. En dit was de donderdag. Ik had hier gewoon een standaard workout, welke je net ook al in de video zag. En een lekkere maaltijd bij mijn ouders. Een lekkere pasta. Dan had ik op de zaterdag, 2 dagen later, push-ups gedaan. Hiervoor had ik ook nog wel een workout gedaan, maar niet alles heb ik opgeslagen. Deze push-ups doe ik nog steeds. Dat is het mooie. De gyms zijn inmiddels al open, maar ik knal nog steeds met die push-ups. Daarna een bokmaaltijd, wat ik ongeveer 5 keer per week deed. De dag erna trainde ik bij 3 jongens die me hadden uitgenodigd om bij hun tuin te knallen. Echt heel fijn. Lekkere workouts hier gehad. En deze pull-up stang hing op een perfecte hoogte, waardoor ik echt genoot. Want ik train natuurlijk ook die pull-ups buiten, maar dat was niet hetzelfde. Dus ik had heerlijk weer een workout met Rose. Zelfs deze inverted bro met extra gewicht. Echt een heerlijke workout. Wat was dit een mooie dag voor mij. En daarna had ik op Uber Eats nog een pastaatje besteld. Was niet al te vettig, was al gewoon een prima maaltijd. Tijd om wat inhoudelijker deze video te behandelen. Het mooie is, ik train nog steeds 6 keer per week met push-pull. Alleen hier deed ik wat meer workouts thuis / buiten. Tegenwoordig meer in de gym. Op de maandag doe ik dus de benen, borst, schouders en de tricep. Vooral front squats om mee te beginnen. De bench press, de overhead press, een tricep isolatie, een side raise. Meestal was dat het. Dan deed ik dus op de dinsdag rug. En dan deed ik meestal gewoon 6 sets pull-ups. Deze dag, het regende. No excuses. Ik was daar. En dan had ik woensdag rust. En dan donderdag was ik weer in de gym. En dan deed ik dus borst, schouders, triceps. En soms de benen. Niet altijd. Dus soms train ik alleen bij de jongens. En dan deden we de ene keer wel benen, de andere keer niet. Maar soms deed ik ook 2 workouts op een dag. Want, ja, dat deed ik hier. Ik deed de benen, deed ik gewoon die dag nog bij de fysio. En dan had ik een lekkere maaltijd bij mijn ouders. Deze keer, deze tortilla wraps. Ik snap dat je het recept wil, maar helaas, dat is geheim. Dan gaan we naar de volgende dag. Deed ik ook nog pull-ups. Niet de beelden van, wel dat ik bij de massage was geweest. Dat deed ik af en toe, vooral na een rugdag. Heerlijk. Dan de zaterdag, de push-ups, wat ik dus nog steeds doe. En daarna hebben we nog een rug uitgebreid. En dan deed ik dus soms dat weer bij de jongens. Maar meestal ook gewoon iets uitgebreidere workout. Dat ik bijvoorbeeld de rows deed in het parkje. En met mijn elastiek een paar pull-up parts. Dan hebben we op die 22 maart een Insta-fotootje geshoot. En daar had ik een update geplaatst dat ik al 2 kilo's kwijt was. En dan een beetje mijn plan gedeeld. En natuurlijk welke supplementen ik van mijn protein gebruik. Dan de Easy Walk. Dat heb ik dus echt veel gegeten, maar ook met die pokeball. Nou, na het plaatsen van die Insta-foto werd die al gelijk gebruikt voor Tinder. Yes, we zijn inmiddels in week 3. En ik zie nog steeds mijn gewicht niet onder de 96 kilo komen. Maar in de spiegel vind ik wel dat ik er beter uitzie. En ik heb 1 aanpassing gemaakt en dat is de granola er al uit. In plaats van de granola neem ik nu gewoon een shakey met melk. 1,5 scoopie met ongeveer 300 milliliter. 25 maart, we zijn er weer bij de jongens. Bijna elke donderdag was ik hier te vinden. Soms vaker dan 1 keer per week. Ja, ja, Wesley, mijn fysio traint vandaag even lekker mee. We doen 65 kilo. Keer 8, 4 sets. Ik deed wel de front squats, hij deed de back squats. Daarna gewoon de push-ups. Ja,
en hier even mijn shape. Onder goed licht en met een pomp. Dus hier zie ik er beter uit dan wat je zo gaat zien. Want we gaan even naar de update die na 4 weken droogtrainen is opgenomen. Yes, het is vandaag maandag 29 maart. Ik ben 4 weken aan het cutten. Ik heb me vanochtend gewogen. Ik woog 96,5. Dat is echt niet zo'n groot verschil. Ik vind het heel vaag. Maar ik heb echt het gevoel dat ik een stuk beter uitzien. En daar gaan we zo achter komen. Nu ook gelijk. Door middel van mijn shirt uit te trekken. Dan zet ik even de beelden naast elkaar van 4 weken geleden en nu. En we gaan zo even nog mijn vetpercentage meten bij Wesley, mijn fysio. En daar ga ik gelijk ook even lekker trainen. Oké, jongens, let's see. Yes, dit is de shape. Ik heb nog wel een beetje gewoon wat vet bij mijn buik. Maar de V-line komt er al veel meer uit. En ik heb al echt weer een beetje een ader op mijn arm. En dat kon ik echt nog niet zien. Dus ik denk dat ik echt wel 2-3 kilo vet kwijt ben, hoor. Ik weet niet precies hoeveel het is, maar we gaan straks eens mijn vet meten. En daar ben ik heel erg benieuwd naar. Let's go. Ja, gewoon weer dat je hebt 4. Ja, van 16,7% naar 15%. Misschien 15,25%. Dat is toch 1,5% vet eraf. Maar 4 weken cutten, ik had er iets meer van af, maar we gaan nog even door. Nog wat gas erbij. Inmiddels zijn we even aan het benchen. Ik ga 100 kilo even een paar keer doen. Eerst toen ik even die resultaten hoorde, dacht ik van Jezus, ik heb best wel hard gestreden. Dat is best wel pijnlijk voor dat kleine beetje verschil. Iets wat jullie moeten weten is dat het vet bij je buik meestal als laatste weggaat. En dat is wat iedereen zo vreselijk vindt. Hoe krijg ik dat laatste beetje vet weg? Hoe gaat het bij mijn buik eraf? Maar dat is nou echt het verschil tussen, laat ik zeggen, 12% en 8%. En daar ben ik gewoon nog niet. Wat ik net al zei, dat die bicepveen doorkomt, daar heb ik echt gewoon goede progressie. Dus er is best wel veel vet van mijn armen af. Maar helaas, bij de buik moet ik nog even harder voor strijden. Ik ga even benchen. 1. 2. 3. In ieder geval niet krachtwijd tijdens het cutten, want ik zit al een tijdje op 100x4. En ik heb ooit 100x7 gedaan, maar dat is wel weer een tijdje terug toen de gyms ook nog open waren. Door met de front squats en hier krijg ik 2 vragen vaak over. Waarom doe je ze? 1, ik zak dieper en 2, ik voel hem minder in mijn onderrug. En waarom gebruik je een elastiek? Dan activeren je billen iets meer en dan gaan de knieën niet naar binnen vallen, wat heel gevaarlijk kan zijn. Vandaag hou ik het echt alleen op compounds, dus ik doe bankdrukken, overhead press en de squat. Alles ongeveer 5 setjes. Gaan we naar de volgende dag. En dit was een mooie dag. Want ik mocht 1 dag alles eten wat ik wou. Dat had ik deze dag gefilmd. Oh, hier keek ik echt naar uit. Want dit had ik al 2 weken van tevoren gepland. Daardoor kon ik mezelf wat meer inhouden. En of je nou 1 keer per week gaat cheaten. Of 1 keer een echte cheat day in een maand. Het komt allebei een beetje op hetzelfde neer. En voor mij was dat gewoon content. Maar het resultaat. De volgende dag woog ik hetzelfde als dat ik op dag 1 woog. Hier even de beelden daar nog van. 97. Ja jongens, dat was de maand maart. We gaan door naar april en hier ga ik wel even sneller door de dingen heen. Wat ik wel heel graag met jullie wil delen is wandelen, oftewel mijn cardio. In de maand maart heb ik maar liefst 6470 stappen gemiddeld gezet. Dit kan dus de ene dag 10.000 zijn, de andere dag 3.000. Maar naast minder eten kan je natuurlijk ook actiever worden. En dat heb ik ook zeker gedaan. Want in april heb ik maar liefst gemiddeld 8.197 stappen gezet. Dus ik heb bijna elke dag expres gewandeld. Al zijn het die kleine dingetjes. Dit zorgt natuurlijk gewoon voor meer verbranding. En ik hou niet van hardlopen. Dus dit is mijn manier om gewoon meer vet te kunnen verbranden. Maar in de maand mei, dat verklap ik nu alvast, heb ik het nog beter gedaan, jongens. Bijna gemiddeld 10.000 stappen gezet. Hier ging ik echt expres gewoon een uur wandelen. Muziek op mijn kop en gewoon lopen. Het was vaak ook lekker weer, dus geen excuses. Je hoeft dus niet per se altijd minder te gaan eten. Als jij gewoon meer beweegt, dan ga je ook gewoon meer calorieën verbranden. Oftewel meer vet verliezen. Yes, het is vandaag zaterdag 3 april en ik ga even een workoutje vastleggen. Dit is workout 5 van de 6 van de week. Ik ga vandaag weer eens een max reps doen. Tarek mag beginnen, die gaat mij sowieso overtreffen. Maar dan heb ik veel motivatie om dicht bij zijn aantal te komen. Ik zat een beetje rond de 30, maar ik wil gewoon weer eens een keer 40 reps doen. We gaan het zien. Oké, maxen. Let's go. 1, 2, 3. Jouw push-ups waren gewoon decent, weet je wel? Maar ik wil gewoon echt clean. Clean, snap je? Alright. Nice. Ah! Ah!
essence of the way of the samurai. Toch wel 40 stuks. Ik had het ook gewoon de 30 al best wel moeilijk. Maar toen was ik nog niet helemaal gesloopt. Gelukkig kan ik het nog wel. 40 is gewoon voor mij een aantal. Het zou vet zijn om binnen nu en 3 maanden 50 in één set te doen. Dat is het doel. Dus 3 april 40 push-ups. Gaan we verbeteren. Jezus. 125 push-ups. 40, 20, 20, 20, 15, 10. 6 sets. Morgen rugdag of optrekken. En dan hebben we weer een weekje gehad. Ja jongens, het is vandaag zondag 11 april en ik train hier in deze gym samen met Tariq. Ik heb deze week ook al een full day of eating gefilmd. En deze week ook weer mijn workouts on point. Het gaat echt lekker met mijn gewicht. De cable pulldown was nog bezet. Zijn even deze gaan doen. Yes jongens, die 3 keer per week pull-ups hebben zeker zijn vruchten afgeworpen. Wat ga ik pakken? 90, 5, 6 reps. 1 mooie. Klaar. Laatste oefening van vandaag en dat zijn deze chest supported curls, oftewel spider curls, zwaar bovenin. Want je hebt geen rust, behalve als je onderin natuurlijk wacht. Heerlijk. Ga niet te zwaar op deze, 12 is al best wel zwaar. Zo makkelijk als een normale curl. Gooi je schouders goed naar voren. Als jij rechtop gaat zitten, dan kan je gewoon rusten hier. Dat willen we niet. Je kan of heel strekken. Normaal is dat heel mooi, maar spanning erop houden is ook lekker. Dan krijg je meer een pomp. Oh, 3, 2, 1. Ik zie jullie volgende week weer met een nieuwe update. Goedemorgen, het is vandaag maandag 19 april, 10:15. Ik heb net mijn eerste maaltijd gemaakt, die leg ik even weg. Het is even geleden dat ik een update met jullie heb gedaan. Anderhalve week geleden heb ik een full day of eating opgenomen. Daarvoor ga je nu nog even wat beelden zien. De laatste tijd nam ik deze. Deze heeft namelijk meer calorieën. 368 calorieën. En deze 264. Dus toch 100 calorieën verschil. Dus over 6 dagen neem ik deze. Dan ga ik weer wat lager zitten in mijn calorieën. En vorige week heb ik gewoon weer heerlijk getraind. En ik heb echt heel goed gegeten. In het weekend ga ik nog wel eens wat bestellen, maar nee, nu is het opeens alweer maandag. Mijn gewicht vanochtend was niet heel bizar. Het was nog steeds boven de 95, maar mijn shape was wel echt strakker dan normaal. Ik zie al steeds meer blokken en ik voel al goed die onderste buikspieren zitten. Dus ik ben heel erg benieuwd naar mijn vetpercentage, dus vandaag wil ik ook weer bij de fysio de meting doen. Maar, wat is mijn verschil na 8 weken? Ik ga jullie mijn shape laten zien na 8 weken cutten. Ik denk van 17% naar ongeveer 12%. Nou, hier is het niet geweldig licht helaas, maar veel minder vet hierachter. Nog meer definitie in mijn armen. De ader is veel meer zichtbaar geworden. En ik ben een klein beetje bruiner geworden. Het zonnetje schijnt steeds meer, dus dat helpt ook nog wel. De shape is nu al een beetje beach ready. Nog niet heel erg beach ready, het kan nog even wat extremer. Ik zou hier wel gewoon best wel comfortabel naar het strand liggen. Ja, nou, eigenlijk 8 weken geleden ook. Een bulkfysiek moet ook gewoon kunnen. We zijn er weer. Het is tijd. Ja. Eten. De derde meting. Oh. Ik ben benieuwd, wat denk jij? Ja, ik ben ook wel benieuwd. Lijkt wel wat droog, hè? 6. 6. Om mij te sorteren. Ja. 4. Dat is wel mooi. 10. 10. Ik denk toch wel dat als ik kijk, dan zie je hier wel het meeste zitten nog. Ja, echt hoor. Ja, we zijn omlaag, hè? Heel goed omlaag zelfs. Hoeveel millimeter is bij elkaar? 10, 10, 30. 30. 30. Ja, ja. Oh. Dus dan, ik hoop op 13, 12. Ik was 15,2. In ieder geval 2% omlaag. Op 13,2 ben ik tevreden. Ik heb echt goed gegeten deze tijd. Alleen natuurlijk die cheat day die zat er nog met een maandje. Tussen. Hij komt op 12,7 uit. Ja, dus laten we zeggen 13 afgerond. Ja, je hebt ook 15,2. 2,5% in 4 weken kwijt. 2,5% minder. Dat zijn goede dingen. Ja, daar gaan we wel lekker tegen gooien. Nog 4 weken jongens en dan gaan we het laten zien. En ik hoop dan ongeveer op 10%. En dan ga ik denk ik nog wel even door. Dus er komt nog een vervolg. En dan gaan we gewoon voor die echt 8, 7% shredden gewoon deze keer. Zie jullie snel!
Je zag hoe blij ik was en het ging ook echt lekker. Alleen, dit ging ook een beetje in mijn nadeel werken, want ik ging natuurlijk vaker weer naar de gym. Eerst meestal 2 keer per week, uiteindelijk werd het al snel 3 of 4. En ik ging ook best wel heavy in de gym, omdat je dat gewoon stiekem miste. Dus hier 46 kilo dumbbells. Maar dit leidde wel tot dat ik iets nodig had en dat was een beetje rust. Yes, het is vandaag woensdag 28 april en ik ga pull-ups doen. En normaal heb ik op woensdag een rustdag, maar ik ben niet tevreden, want gisteren heb ik niet echt mijn normale workout kunnen doen, want ik was met mijn protein. Daar heb ik wel leuke challenges gedaan. Clapping pull-ups, normale pull-ups, push-ups, een horse stance, oftewel een squat hold. Maar niet de normale workout die ik meestal buiten doe op de dinsdag. En dat is meestal 6 setjes optrekken. Vandaag ga ik wel chin-ups doen, want ik merk wel dat ik een beetje een deload begin nodig te hebben. Maar aangezien de deadline over 3 weken al is, 2,5 misschien, wil ik gewoon nog niet deloaden. Dus nog even veel vragen van mijn lichaam om nog door te knallen. We gaan nog even een workoutje knallen. Ja, deze week 7 keer soort van trainen. Als ik die van gisteren gewoon lekker mee mag tellen. En de voeding gaat ook wel lekker. Af en toe thuis bezorgd, maar niet al te gekke dingen. Gisteren wel een koekje van de Subway gehad. Ook een Subway broodje. Maar gewoon daarnaast wel rekening houden met niet te veel eten. Zo, toch even 1 setje 15. Ik denk dat ik nog 2 of 3 sets ga doen. Normaal doe ik 6 sets. Gisteren heb ik dus al 2 sets gepakt. En ik ga best wel maximaal. Maar ja, omdat ik chin-ups doe, stress ik iets meer de onderarm dan de spier die vaak overbelast is. En dat is de bovenkant van mijn onderarm. Zo hé. Deze pakt me goed. We gaan hem afmaken vandaag. Yes, het is vandaag maandag 3 mei. En ik wou even een update geven. Ik ga een deload weekje hebben van maandag tot en met vrijdag. Ik heb gisteren dus nog getraind. En zaterdag ga ik weer voor het eerst trainen. Dit had ik gewoon echt nodig. Eerst wou ik het echt nog even uitzetten tot mijn deadline. Maar dat wordt hem niet. Ik merk het gewoon. Ik heb helemaal geen zin meer in het sporten. Terwijl het eerst echt het uitje van de dag was. Mijn lichaam die wil gewoon even wat rust. Ik heb vorige week ook niet mijn beste week gehad. Dus dit is gewoon echt wat ook voor mij overkomt. Ik heb iets meer gecheat. Niet heel erg. Niet gelijk. Nee, maar gewoon iets minder strak. Af en toe zegt je lichaam gewoon wat hij een beetje wilt. En af en toe moet je natuurlijk streng zijn voor jezelf. Maar als je constant vecht tegen je lichaam is ook niet heel erg gezond. Dus daarom kan je beter meestal jezelf genoeg tijd geven. En niet veel te streng voor jezelf zijn. Ik doe het natuurlijk best wel in een korte periode. Nog 2 weken te gaan. En ik stop ook gelijk even met creatine. Wij hebben in ieder geval een lekker ontbijtje. Ik hoop dat ik zaterdag weer lekkerder ga trainen na 5 dagen rust. Vandaag is het maandag 10 mei en ik ben door mijn deload heen gekomen. Geen moeite, soms kan ik wel de gym echt te veel missen, maar dit was echt nodig. Ik ben erg blij dat ik gewoon geluisterd heb naar mijn lichaam. Ja, ik heb best wel goed gegeten deze week. Ik merkte dus ook echt dat door middel van dat ik overtraind was, dat mijn lichaam in een soort van gevaarmodus ging en dat ik calorieën nodig had. Omdat ik gewoon te zwaar trainen en rust nodig had en ik heb mijn lichaam die rust gegeven en nu merk ik dat ik veel minder neig naar fastfood. En dat ondanks dat ik al 11 weken aan het katten ben. Ik heb nog 2 weken te gaan. 13 dagen om precies te zijn. 29 mei is de dag. Ik ga hopelijk ook nog even een shoot inplannen. De gyms gaan waarschijnlijk weer open. Kan ik nog even een lekkere sessie daar knallen. En ik ga jullie meenemen door mijn journey. Ik ga nog echt even de eyes on the prize houden. Niet mezelf laten gaan. En ik heb nog 1 ding aangepast aan mijn ontbijt. En dat is nu dat ik die bananenpannenkoek met een speciale My Protein pindakaas met kokossmaak beleg. Vet lekker. Want mijn kaneel was opgegaan. Ik had toevallig die nieuw. En het is echt, echt een aanrader. Maar ja, pindakaas heeft veel calorieën. Dus ik ga wel zorgen dat ik iets anders uit mijn schema gooi. Ik zit nu rond de 2600 calorieën. Ik ga mijn ontbijtje maken. Jesus. Wow. Die ziet er goed uit. Dat ziet er niet uit alsof het met bananen en pannenkoek gemaakt is. Het lijkt gewoon echte pannenkoek. Ja. Ja, man. Ja, ik heb Joey even aan het werk gezet, want hij kan het gewoon veel mooier. Daar niet. Oeh, kokosnoot smooth. Source of protein. Hey. Kleine swirl. Ik ga nog iets langer proberen te maken. Wil je me dik rijden? Nee, gaatje, dit is goed hoor. Ik had vorige keer meer. Ik had meer. Ja, zeker. De pannenkoeken, 2 eieren en 2 bananen hebben dus ongeveer 450 calorieën. En er komt wel zo 100 tot 150 calorieën bij. Ja, dit is gewoon super lekker, man. Helaas mag je het niet proeven van. Volgende keer. Ik ga nog een keer voor je koken. Thanks, hè. 3 dagen later was het tijd voor een workout. Ben ik helemaal de gym's pan gereden. Maar helaas, hij was dicht met hemelvaart. Oh, ik had zoveel zin om met mijn maatje gewoon lekker daar te trainen. Maar nee, we gingen gewoon naar een calisthenics parkje. En daar heb ik 6 setjes chest dips gedaan. Ondanks dat ik echt geen zin had, ik had gewoon weer mijn workout gekild.
Yes jongens, het is vandaag vrijdag en het is tijd voor een snack. En dit heb ik echt even nodig, maar we doen het wel verantwoord. Ik heb deze proper corn. Deze ga ik wel helemaal eten. En de oven baked 150 gram, maar we nemen denk 50, misschien 75 gram. Want ik ben samen met een maatje van me. Ga gewoon even een filmpje kijken. Rustige avondje. Soms moet je gewoon toegeven. Doe het dan wel verantwoord. Meestal als ik cheat neem ik bijvoorbeeld sperrips. Daar zit nog best wel veel eiwit in. Maar nu doen we het gewoon met deze low fat snacks. Wij gaan genieten. Yes jongens, het is vandaag maandag 17 mei. Ik ben net klaar met een push-up workout. Ik ga vandaag weer mijn vetpercentage meten. Het is 4 weken geleden. Ik ben heel erg benieuwd. Vorige keer was ik 12,7%. Ik ben bang dat ik nog niet op de 10% zit. Ik heb wel hier en daar wel eens gecheat. We gaan het straks zien. Ik ben heel erg benieuwd. En deze keer ga ik niet mijn shape nog met jullie delen. Want dat doe ik volgende week zaterdag op 29 mei. Ik heb nog 12 dagen te gaan. Het zou gewoon zonde zijn om het nu met jullie te delen. Vetpercentage ga ik ook een beetje mysterieus vastleggen. Zonder mezelf bloot te geven. En dan laat ik gewoon weten wat het resultaat is. Ik hoop echt op 10%, maar ik denk dat het eerder 11% wordt. En dan gaan we nog gas geven die laatste dagen om er een gekke shape van te maken. Dat was hem. Ik zie jullie straks. Week 12. Ik denk dat het niet zo heel goed ervoor staat. Niet achteruit gegaan, maar ik denk niet dat ik op 10 zit of zo. Dus. En ik hou het nog spannend, want ik ga nog niet mijn shape laten zien. Zo, we hebben de nummers. Gelukkig is er vooruitgang. We weten het zo. Oké, man, we komen uit op 11,3, dus 11%. 11% af? Ja. Klopt man, 1,4. Minder goede vooruitgang als vorige keer bij die 4 weken. Maar je had het wel iets verwacht. Ja, klopt. Even wat meer gas geven nog erop. Eigenlijk nog 4 mm eraf en dan zit je onder de 10. Ja, dat is wel een mooi doel inderdaad. Top, ja. Dan zie ik jou vrijdag over 9 dagen of zo. Ja, dat is goed man. Top. Top. Oh, ik ben een beetje teleurgesteld. Ik ben zo dichtbij de finishline, maar nog niet met mijn doel. Kijk, ik ga niet mega droog, want het is ook gewoon niet het moment daarvoor. Dat kan ik nog wel doen tegen jullie aan, dat ik dit nog uiteindelijk ga doorzetten. Maar nu wil ik echt wel onder de 10 gaan zitten. En aan de ene kant ben ik dichtbij, de andere kant, ik heb niet meer zo lang. Dus het wordt wel echt spannend. Ik moet er nu echt gas op geven en ik mag eigenlijk echt niet meer cheaten. Ik ga nu gezonde boodschappen doen. Dat laat ik nog even zien vandaag. Ik moet mezelf gewoon vol eten met de juiste dingen. In de eerste weken ben ik begonnen met bosbessen. Dat zat al na een aantal weken er niet meer in. Dus ik ga nu weer gewoon echt veel fruit en groentes in huis halen. Wanneer ik trek heb, dat ik gewoon daar mezelf vol mee eet. Ik wist het al, dus ik ben niet zwaar teleurgesteld. Maar toch wel een klein beetje aan het balen. Hoort er een beetje bij. Ik ga gas geven. Ik laat jullie de boodschappen zien, jongens. Dit was wat ik daarna had gehaald. Lekker veel fruit. Die blauwe bessen vind ik vers super lekker. Uit de diepvries minder. Gelukkig heb ik het wel gegeten, want die mango stukjes heb ik niet aangeraakt. Verder is alles opgeraakt. Ik ben de laatste tijd echt veel bezig met groenteoverschotel. En ik heb hier wat lekkere kippendijtjes. Ik ga zo het eindresultaat laten zien. Yes, 2 dagen later en de gyms gingen gelukkig weer open. Ik heb gelukkig nog wel doorgetraind bij sommige ruimtes, maar ook ik vond dit weer perfect. Ik had gelijk de eerste dag een reel opgenomen. Niet getraind, want woensdag was mijn rustdag. Maar wat ik wel had gedaan is weer wat klantjes daar in de gym begeleid. De volgende dag was ik zeker weer aanwezig en ik ben gelijk lekker goed begonnen met mijn front squats, mijn push day. Dus de benen werden weer even aangepakt. Daarna deed ik de bench press. Daarna nog een dumbbell shoulder press gedaan met one arm. Goed voor de core. Dan gaan we eigenlijk gelijk naar de dag erna. En op die vrijdag heb ik een pull day. En dan heb ik deze onderhandse lat pulldown gedaan. Bicep curl met een hammer grip. Oh, wat had ik dit licht gemist, jongens. En daarna had ik nog lekker bij mijn ouders gegeten. Lekker veel groentes. Top! Yes jongens, het is vandaag woensdag 26 mei. Vanaf vandaag ga ik elke dag vastleggen. Vandaag een pull workout. Morgen een push workout. Vrijdag mijn vetpercentage. Dat is ook al soort van mijn laatste dag. Maar zaterdag, dan ga ik shooten. Dat is de belangrijkste dag. Dan gaan we het resultaat echt vastleggen. Nee, vrijdag ga ik nog niet meer shape klappen. Tijd om hard te gaan. Ja, tijd om hard te gaan. Let's go.
Yes jongens, even aan het opwarmen. En dan ga ik voor 18 reps op de Nutri Grip poelen. Vorige week deed ik er 17, dus even plus 1. En daarna gooi ik gelijk even één setje weighted pull-up na een hele lange tijd. Want ik heb natuurlijk in die quarantaine tijd best veel pull-ups gedaan. Maar deze keer weighted. Dat heb ik dan weer niet gedaan. Of nou, we hadden nog even zo'n sessie toch gedaan? Dat we iets in de rugtas deden. Even een pompertje hoor. Even dubstep. Even in één set, plus 2 plus 1. Maar 20, ja ja. Zo, daar gaan we jongens. 20 kilo. Nog geen 10, maar we komen daar. Yes jongens, vandaag is pull workout, maar ik pak ook de hamstrings bij pull en ik pak de bovenbenen, oftewel de quads bij push. Push workout. Yes, het is de volgende dag en we beginnen met de benen en dan push, borst, schouders, triceps. Let's go. Yes, ik begon met de quads en dat op deze hack squat. Tegenwoordig doe ik dat niet meer, doe ik gewoon de front squat. Maar op deze dag voelde dit gewoon even beter. Ik had ook een beetje haast deze dag. Leg extension daarna en daarna ben ik dan lekker klaar met de benen. Dus begin ik even met de warming up en dan bouwden we op naar de 30 kilo'tjes. Ja, niet al te heftig. Tegenwoordig doe ik deze nu met 40 kilo, keer 8. Maar dat voelt gewoon goed aan. En we gaan even muziekje eronder gooien. Het is tijd om weer even motivatie te gooien. Yes, het is de volgende dag, vrijdag. En vandaag de laatste vetpercentagemeting. Ik ben benieuwd. Deze keer heb ik niet gecheat. Dus het moet wel betere progressies zijn dan de vorige keer. Ook al zit hier natuurlijk nu maar anderhalve week tussen. Dat scheelt wel. Ik hoop 9,9. Rond de 10 is oké. Okay. Oh, daar gaan we. Zo. Yes, yes, DJ. Shirtje gaat uit, jongens. Ik mag niks meer laten zien. Zo, we hebben de 4-puntsmeting gedaan en dit is het resultaat. 5 op de tricep, 3 op de bicep, 7 op de rug en 7 bij de buik. Gaan we onder de 10 of gaan we niet onder de 10? Ik hoop het. Ja man, we gaan naar de 9.5. 9.5. Hey, ik ben tevreden man. Mooi. Ja. Man. Nice, man. Je ziet super. Het toch, hè? Lekker. Thanks man. Ja man, je ziet die lijnen goed. Die ja. Tricep komt erin. Morgen gaan we knallen man. Ja man. Nice. Shooter. Ja. Yes, het is dag 90. Ik ga eindelijk laten zien hoe ik ervoor sta. Ik heb net de beelden teruggezien en ik zag dat ik 97,6 woog. Daarin ben ik niet echt veranderd, want ik woog vanochtend 91,9. Dus ik ben ongeveer 5 kilo afgevallen. Dat kan allemaal veel heftiger, maar ja, dit is gewoon wel een realistische transformatie van als je een beetje je best doet en als je gewoon de juiste voeding naar binnen krijgt. We gaan het laten zien. We gaan vandaag shooten, jongens. We pakken weer heel even de beelden van vorige keer erbij. En dan zie je even de shape before. Ja, ik heb gewoon zeker wat vetjes. Haast geen aderen bij mijn biceps. Ja, ik mis gewoon wel echt dat leanen. Ja, op dezelfde plek, jongens. Ah, dus kijk. Toch een beetje aders.
De buikspieren komen er al wat beter doorheen. Maar onder goed licht vind ik dit al best wel summer ready. Ik ben nu zeg maar droog, maar niet shredded. Niet helemaal afgetraind, maar dat is ook gewoon niet de tijd van het jaar. Het is vandaag namelijk zaterdag 29 mei, dus het is nog niet heel erg zomer. Het is wel mooi weer buiten, maar het hoeft nog niet. Ik ga denk ik echt een kleine diet break houden. Ga ik over een maandje denk ik nog even iets verder cutten. Naar echt eens een keer weer shredded. Lijkt me wel vet. Dus dan ga ik jullie sowieso meenemen met die video's. Het is 1 uur. Ik heb om 2 uur afgesproken met Hans. Een oude klant van mij die een grote transformatie heeft gemaakt. En hij gaat me voor de 2e keer shooten. En dit is onder een spotje. Niet een perfect spotje. Maar wel gewoon beter licht dan dat van voren. Dan weten jullie dat ook gelijk. Yes, we zijn onderweg naar Leerdam. Daar zit Hans zijn studio. En ik heb natuurlijk 2 dagen low carb gegeten. Maar vandaag niet hoor jongens. Ik heb lekker deze ochtend heerlijk wat koolhydraten gegeten. Lekker een broodje, een bak kwark met veel suikers. En net zijn we naar de kruidvat gegaan. En heb ik een zak snoep gehaald jongens. Ja. Want nu kan ik carb loaden. En dan krijg je dus vollere spieren. Omdat die glycogeenvoorraden gevuld worden. Door die suikers, door die koolhydraten. Heeft het heel veel verschil bij mij? Denk het niet. Maar toch vond ik het leuk om te laten zien. En gewoon lekker te proberen. En voor de zekerheid het gewoon wel doen. Ik heb ook maar echt 2 dagen low carb gegeten. Normaal zou je echt wat meer, bijna een week low carb willen. En dan een dagje hoog in suiker. En misschien ook nog je vochtintake aanpakken. Dat je bijvoorbeeld je water gaat afbouwen. Maar dat is voor mij allemaal niet nodig. Want ik ga gewoon een droog fysiek shooten. En niet een shredded, mega afgetrainde fysiek. Hopelijk vonden jullie het leerzaam. Ik ga nog even doorrijden. Goed op de weg letten natuurlijk. Daar is hij hoor. Hoe is hij? Alles goed. Lekker ruimtetje hoor. Uiteindelijk sinds half januari. Leuk man. Dus sommige mensen gaan achteruit met corona. En, Ja, 2020. Alleen hier. Ja. Maar de plan is experiment. Ja. Dus alles komt gewoon weer goed. Ik zorg gewoon als ik over een jaar hier terug ben dat die buik weg is. Ja, 2020 was alleen maar werken. Ja. Nee, precies. Dat was mijn beste jaar ooit. Oké. Kijk, super. Dat heeft ook wel wat gekost. Ja. Die kleinigheidje nog voor je meegenomen. Ja, relaxed. Ja, nee, super. Ik heb nu goed gebruiken. Ja, het is echt, hè? Hij staat zeg maar hier en ik sta hier. Je moet even kijken wat je voor foto's precies wil hebben. Dat is wel het handigste. Ik heb nu wit aan, hè. Die haal ik er zo af. Even zwakken. We hebben al ruim 20 foto's geshoot. Nog even de laatste paar. Bedshirt aan. Dan ga ik lekker veel push-ups doen. En dat is echt. Oké. Okay. Waar ben ik dan? Ik denk, ja, het shirtje valt mooi. Net bijna als die suikers van die snoep nog even iets meer erin zijn. Daar heb ik nog niet eens opgedrukt. Maar de favoriet was denk ik toch die armflex. Ja, die was echt. Ja. We gaan wat push-ups. Ik denk iets van 6 keer 25. Let's go. Lauw en een rood lampje en natuurlijk een goede setup, goede fotograaf en dan heb je zo'n shot. Dik hoor. Die is echt nice. Ja. Ja, die is erg nice. Topper. Je hebt het wel weer gedaan. Ja, het kaart gedeeld. Zo. Ja, dat als jullie dus echt zo'n professionele fitness shoot willen, ja, het kan ook om meer dingen, maar ja, hij heeft een nieuwe website, fitness shoot. Je hebt al wat mensen. Ik zal even wat plaatjes in beeld gooien naast mij. Ik ben hier al heel tevreden, vorige keer de deur uitgegaan. Ik zal ook nog even die oude foto's in beeld gooien. Op dit moment ben ik heel benieuwd. Ik heb al wel wat gezien, maar nog even de final touches. Ja, absoluut. Er komt best wel veel bij kijken en dus het editen. Als je kwaliteit dingen wilt, dan moet je bij Hans zijn in de beschrijving. Nogmaals, dankjewel man, topper. Graag gedaan man. En kom op hè, volgend jaar. Ja, 100%. Precies. Het zit erop. En wat was het een mooie tijd. En ik moet ook eerlijk zeggen,
Het heeft mij zeker gemotiveerd om dit vast te leggen, want dat was even die kleine beetje extra. Ik kon het allemaal wat heftiger nog aanpakken, maar dit is wel realistisch. Je kan niet altijd 100% gaan. Dus ik had ook even mijn moment met die deload, toen iets meer gecheat. En daarna dacht ik weer van, eyes on the prize. En ik ben er vol voor gegaan. En ik ben zeker tevreden met de resultaten. Ik ga nu ongeveer een maandje een beetje off-diet. Klein beetje weer eten wat ik wil, maar niet te gek. Want het zou zonde zijn om weer terug bij af te zijn in een maandje. Waar ik 90 dagen voor heb gewerkt. Dat ga ik natuurlijk niet doen. Wat ik wel ga doen, is rond 4, 5 juli weer te starten met het cutten. Dan gaan we niet gewoon maar voor droog / beach ready. Nee, dan gaan we echt voor fotoshoot ready en podium ready. Gewoon echt die single digit body fat. 7, 8, zoiets. Nu was ik dus rond de 10. Maar willen jullie dat graag zien? Laat het even weten met jullie like. Er zat veel moeite in deze video. En dan weet ik ook dat er zeker een deel 2 van moet komen. Dan ga ik jullie ook echt meenemen in hoe ga je echt van droog naar shredded. Denk aan vocht intake, carb loading, dat soort dingen. Wacht even, ja. Plaatjes, pats! Nu we aangekomen zijn bij het einde, is er nog even tijd voor wat shoutouts, want ik ben zeker geholpen tijdens deze mooie journey. Als eerst, sowieso Wesley. Dankjewel voor je ruimte, dat ik bij jou nog een paar keer heb kunnen trainen. Maar ook natuurlijk voor alle vetpercentagemetingen. Jim Sepan, Steve, thanks dat ik ook gewoon bij jou kon trainen. Echt fijn dat je gewoon open was voor de mensen en voor mij. Restaurant Easy, voor allemaal goede maaltijden. Ik ben daar zo vaak, het zijn goede, gezonde maaltijden. Ben je nog eens een keer van plan om daarheen te gaan? Zeker doen. En natuurlijk MyProtein, mijn sponsor waar ik al jaren bij zit. Hun kwalitatieve eiwitvoeder, hun BCAA Energy. En natuurlijk de creatine die ik ook een lange tijd tijdens de docu heb gedaan. Je hebt niet heel veel nodig, maar gewoon dingen zoals snacks, heel fijn. En natuurlijk Hans voor de geweldige resultaten. Dikke shout-out naar Hans. En wil je nou ook je eigen transformatie? Je kan me altijd berichten op dit e-mailadres. Voor schema's op maat, voeding, trainingsschema's. Wil je precies mijn schema volgen? Dat kan ook natuurlijk de push-pull voor 6 keer per week. En als laatst, ik heb ook mijn eigen merch, jongens. En er staat op, go get it, stay hungry. Ik wou droog worden, ik ben ervoor gegaan. En ik blijf hongerig, want we gaan nog door. Stay hungry, mensen. Dat is de video. Zie jullie snel weer. Later.